Nou ja! Weet jij nog hoe het moet? Oh, sorry. Kijk, dit zijn mijn kaarten. Nu lacht hij nog. Kijk. Nou, Bram. Moet ik inpakken? Kom. Je kan het. Doe maar. Leuke vlog, hè, van Bram de Wijze over de Gay Pride. Ja. Waar blijven die boten? Zien we al iets? Nou, het komt wegwijs Piet. Die had ze de verkeerde gracht opgestuurd. Leuke grap ook van jou. Zeker leuk grap van mij. Ja, mooi dat je een soort analogie had verzonnen met Sinterklaas in tocht. Ja. Beetje jammer dat het mijn grap was, maar waar jij nou mee shined. Het goed dat je had wel slecht verzonnen. Ja, dat ben ik dus niet met je eens. Nou, verzin je zelf maar wat. Dat had ik al gedaan. Dag collega's. Hey, Martijn. Gelukkige tweede Pinksterdag, hè? Zo, nou gelukkig is dat zo. Ja, zijn wij nou de enige in het pand of? Volgens mij wel, hè? Nou. Portier zijn maximaal 10. En dan rekent hij zichzelf mee. Ja, inderdaad. Studio 5, Studio 2, klaar. Koninklijke NOS. Ja hoor. Goedemiddag. Wat passen wij weer goed bij elkaar. Hey, kijk nou focus. Gay buddy. Ja. Zou wel een goed setje zijn, vind je niet? Met z'n tweeën? Nee, helemaal niet. Zeg ik alleen maar. Oh, oké. Okay. Hoezo niet? Oh, sorry. Oh, het is altijd zo awkward met jou. Misschien alleen daarom al. Nou ja! Bo? Ja? Dit is jouw eerste dag eigenlijk op een bijna uitgestorven redactie, hè? Nou, het is een beetje alsof je in de zomervakantie op school bent eigenlijk. Gek, hè? Ja. Ja, geen hakker vandaag. Nee. Ik dacht, ga eens even plat vandaag. Moest inderdaad bukken om je te kunnen zien, maar... Ja. Henk-Jan, ja. Wat was het een rete goed optreden van de Kick. Hier? Ja. Ja, dat was niet normaal. Hun versie van Testament was echt te gek. En dan staat hij dan gewoon in de gang naar de kantine en staat hij gewoon violen, klaversymbool. Ja, gewoon met 4 strijkers. Ik dacht, dat klinkt dan als een strijkorkestje of een strijkkwartetje. Heel dun, maar het was echt goed, gewoon, hè? Ja, heel mooie mix was het ook. Heel indrukwekkend, maar dat kun je natuurlijk niet laten horen. Jawel, kan wel. Het is live. Ja. Knipper in je vingers. Aan mijn broertje dat zo graag wil gaan studeren, laat ik met plezier het adres na van mijn kroeg. Waar ik te veel dronk om een vrouw te informeren, en daarna de klappen kreeg waarom ik vroeg. 23 november trouwens, oh? Staat de Kick met 20 man orkest in Ahoy. Aanradertje. Aanradertje. Doen ze 2 albums van Boudewijn de Groot, die Boudewijn de Groot zelf nooit live heeft gedaan. En daar zou ik echt wel heel graag naartoe gaan en ik raad jou ook aan daar naartoe te gaan. En waarmee je dus geen donder kunt beginnen, maar misschien krijgt iemand anders ze wel klein. Ik was zo verbaasd, ik ken natuurlijk al Simone en nu in één keer praat hij gewoon hoog Hallemedijks. Bijna zoals Boudewijn de Groot, heel chic. Ja, zo heel chic, ja. Dat doet hij nog net niet. Ik durf het niet hardop te zeggen. Maar ik dacht even, ik hoor nog liever Dave die nummers zingen dan de oude Boudewijn de Groot. Zou ik ook niet hardop zeggen, maar... Is wel ik zo. Ik dacht dat wel even. Ja. Wow, zo kun je het dus ook zingen. Poppeke, hoeveel kilo's ben jij afgevallen? Nou, ik weeg nu 75. Dus in totaal 17 kilo. Zo, de mieters zeg. Ja. Dat doe je goed. Ik begin wel een beetje zo'n dun hoofd te krijgen. Vind ik altijd een beetje wel. Het is eigenlijk ook wel tijd om te stoppen, vind ik. Maar goed, wie ben ik? Ik was wel moddervet vooraf. Dat is eigenlijk wat je wil zeggen. Nee, dat is nee. Moddervet. Nee, Martijn, daar hou ik niet van. Daar gewoon dik. Niet dik. Gewoon, je was wat steviger. Wij zouden ook wel een leuk setje zijn eigenlijk. Kijk hoe dun ik ben. Wij zouden echt een leuk setje zijn, hè? Ja, had gekund. Had gekund, maar jij hebt wel een hele leuke man. Ja, dat weet ik. Maar je gaat dan toch nadenken. Ik heb het natuurlijk al heel lang iemand. Kijk, wij zagen elkaar... Wat zou je daarbij voorstellen dan? Ja, eigenlijk weinig. Volgens mij is het niet een goede match.
Maar Timo was heel beledigd toen ik zei, nee, ik moet er niet aan denken. Toen was hij een beetje boos. En omdat al mijn vlogkijkers denken, oh, er zijn twee homo's, die hebben vast iets met elkaar. Maar zo gaat nou, dat is zo gek, dat er altijd wordt gedacht. Want een van mijn beste vrienden is ook gay en iedereen denkt altijd, dus ga er gewoon vanuit dat het zo is. Ja, jullie hebben het wel weleens gedaan. Ik zeg, nee, moet er niet aan denken zelfs. Nou, hierbij officiële mededeling, we hebben nooit iets met elkaar, toch? Nee, volgens mij niet. We hebben nooit iets gedaan. Nee. Mensen die snappen is dat wij het heel druk hebben als het een rustige dag is. Ja, dat is zeker waar. Maar je ziet dat je met twee mannen wat anders dan... Ja, als er weinig gebeurt in de wereld waar wij weet van hebben in elk geval, dan moet je dus heel nog naastiger op zoek. Je hebt natuurlijk Bud Bram, dus je bent wel voor academische types. Precies, precies. Met een beetje brains. Nou, Wart bijvoorbeeld. Zeg Elsje, heb jij ooit iets met Gerda gehad? Nee.